Acties bij het Academisch Ziekenhuis en het 's Lands Hospitaal zijn opgeschort. Dit zei minister Amar Ramadien van Volksgezondheid vandaag op de stoep van het kabinet van de vicepresident. De bonden bij deze ziekenhuizen waren sinds maandag in actie omdat zij nog geen residentiebonus en covid-toelagen hadden ontvangen. Minister Armand Achijbersing van Financiën en Planning zegt dat deze groep hun gelden reeds hebben ontvangen. Die hebben het ondertussen ontvangen. Dat hebben ze ook bevestigd in de pers, geloof ik. Administratief niet altijd gelopen zoals ik dat graag gewild had. Maar ik had beloofd dat iedereen het zou krijgen en dat gebeurt ook. Het ministerie van Financiën is ook bezig zaken bij de Belastingdienst beter te ordenen. Minister Achijbersing zegt dat het de bedoeling is dat de staat meer geld gaat innen via de belastingen. We zijn bezig met ons programma en we maken vooruitgang. Kun je misschien een beetje vertellen wat deze vooruitgangen precies zijn? Nou, dat we in staat zijn meer te innen dan voorheen, omdat het proces onder andere verbeterd is. We praten met bedrijven, we zijn bezig met organisatorische maatregelen, maar ook trainen van het personeel. En dat soort zaken zetten we in. En wordt het personeel ook getraind om opgewassen te zijn tegen eigenlijk de grote geldschieters die proberen mensen om te komen, om het zo plat te zeggen? Daar worden de mensen ook in getraind, maar u weet dat het een proces is, toch? Dat is niet iets wat je binnen 1-2 dagen geëlimineerd hebt. Dus, maar we zijn ermee bezig. Minister Armand Achijbersing van Financiën en Planning. We spraken hem vandaag voor de aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.